Dan groep 4. Ik ga vandaag bij rekenen met jullie kijken naar blok 3, week 1, les 1. Pak het er vast bij, dan ga ik ook even de goede pagina erbij pakken. Wat gaan wij leren vandaag? Wij gaan vandaag leren hoe wij sprongen van 10 gaan maken op de getallenlijn. Er staat al een klein voorbeeldje hierbij, maar daar ga ik straks uitgebreid over vertellen. Wat heb je nodig tijdens de uitleg in dit filmpje? 1. Je wisbordje met een stift. En 2. Je kralenrekje of je kralensnoer. Mag je zelf kiezen. Ga ik vast opdracht 2 erbij pakken. Kijk met mij mee. Opdracht 2. Hoeveel euro in de kassa? Ja, in de kledingwinkel zit er 35 euro in de kassa. Er komen elke keer briefjes van 10 euro bij. Iemand heeft heel veel geld uitgegeven. Wat ga je doen? Let op. Teken op je wisbordje een nette getallenlijn. Wil jij in de tussentijd het filmpje even op pauze zetten? Mag dat altijd. Wij starten met 35 euro. Schrijf het erbij. En teken ook zeker de stapjes met mij mee. Wat komt er elke keer bij in de kassa? Nou, je kunt het al een beetje zien. Er komt steeds 10 euro bij. 10 euro. Als ik 10 euro handig wil splitsen. En daar hebben we de laatste tijd wel vaker mee geoefend. Kan ik dat in dit geval splitsen in 5 en in 5. Want 5 erbij 5 is 10. Ik kijk naar 35. Sommige kinderen zien waarschijnlijk al wat 35 erbij 10 is. En sommigen vinden het fijn om een tussenstapje te maken van 5 en 5. 35 erbij 5. Dat is 40. En 40 erbij 5 is 45. Als je goed kijkt, zie je dat wij 10 erbij hebben gedaan. Dat gaan we nog een keer doen. Wij hebben nu 45 euro. Daar gaan wij er 10 bij optellen. Dat mag weer in de tussenstapjes. Maar probeer het ook zeker eens in één keer. Want ik denk dat we dat bijna allemaal wel goed kunnen. En ook bij 55 doe ik er weer 10 bij. En dit is de manier hoe wij deze rekenles gaan rekenen. Kijk met mij mee naar opdracht 3. Ik heb hier al een klein voorbeeldje getekend. Wat ga je doen? Teken in je schrift straks elke keer een nieuwe nette getallenlijn. Bij elk getal dat ik hier heb onderstreept, begin je. Als ik kijk bij getallenlijn nummer 1, begin ik bij 27. Die zet ik dus aan het begin van mijn getallenlijn.
Daar komt steeds 10 bij. Je kunt het splitsen, maar dat is nu niet nodig. Wat schrijf je op in je schrift? 6 nette getallenlijnen met sprongetjes van 10. Daar ga je rustig mee aan de slag. Als je tussendoor even terug wil kijken in het filmpje voor de uitleg, mag dat zeker. Dat zou ik zeker aanraden. Ben je klaar met opdracht 3? Kijk je even mee wat je erna gaat doen. Daar ga je aan het werk met opdracht 1. Dit hebben we al vaker gedaan, hè? Sommetjes erbij. 5 erbij 3, 5 erbij 4, 5 erbij 5. 6 erbij 3, 6 erbij 4, enzovoort, enzovoort. Je mag het schemaatje overtekenen of je maakt er 3 nette rijtjes van. Daarna heb je ook een rijtje met eraf. En die ga je op dezelfde manier maken. En dat is wat in je schrift komt te staan. Eerst opdracht 3. Daarna opdracht 1. Dat is wat je deze rekenles gaat maken. Veel succes! Zijn er vragen over? Schrijf ze even op. Dan kun je die later aan de meester of aan de juf vragen. Nou, groep 4. Veel succes!